Nou, eens kijken of Vitek het ook in de Eredivisie kan. Hij probeert het wel en Vindal moest nog even aan de bak. 4 Europese doelpunten al van Mr. Conference League, Maxi Vitek. En hier al recht door het midden. Ja, Pavlidis gaat, dat is gezien door Klaasie. Dit is ook een goede bal. En dan Schubert vers het doel uit. Oh, die geeft hem aan Pavlidis. Weer een flater van Marco Schubert. En AZ op voorsprong. Via de man die misschien nog wel het minst van allemaal in de wedstrijd zit. Maar ja, dan ben je spitsvorm op zo'n bal te lopen. En als de keeper je dan zo helpt, dan komt AZ hier op een voor de Alkmaarers heel gunstig moment op voorsprong. Maar de treffer gaat niet door. Omdat er Hens is gezien van Pavlidis. Ja, haalt hier wel heel direct voordeel uit het feit dat die bal tegen zijn hand komt. Nu Carlson. Wijndal, ja, achter de rug van Daza weg. Dat was een slimme loopactie, gezien ook door Jesper Carlson. Openda. En het balletje voor. Gaat net voorbij aan Domjoni. Dan Vroeg, dat is een lekker schot zeg van Patrick Vroeg. Uiteindelijk Gudmundsson. Abu Ghlal zou kunnen. Ja, daar gaat Abu Ghlal. Daar komt Schubert. En die doet dit uiteindelijk goed. Want hij houdt de bal weg bij Abu Ghlal. Gudmundsson nog met de voorzet. Carlson, lastige hoek. In de eerste helft zat hij mis. Schoot hij hem tegen Pavlidis aan, Schubert. Nu doet hij net voldoende om die bal bij Abu Ghlal weg te houden. Het blijft 0-0. En er waren gewoon heel erg weinig schoten op doel. Heel erg weinig kansen. Vitesse en AZ. Allebei een puntje. En daar is het meeste ook wel mee gezegd.